Kemper is een vooraanstaande leverancier van voorzetstukken voor zelfrijdende hakselaars. Met de C3003 Maximum brengt Kemper nu een high-performance pick-up voor klaashakselaars op de markt. De doelstellingen voor de ontwikkeling van deze pick-up waren eenvoudig. Maximale doorvoer, lange levensduur en minimaal onderhoud. Maar voldoet deze nieuwe ontwikkeling daadwerkelijk aan de eisen van professionele klanten wereldwijd? Tijdens een Europese tour testen loonbedrijven de C3003 pick-up onder extreme omstandigheden. We wilden meer weten over de ervaringen van onze klanten. Hier volgen enkele indrukken. Hallo, I'm Matt Shaw. Hallo, ik ben Matt Shaw. Wij zijn een loonbedrijf uit Hampshire in Engeland. Jaarlijks hakselen we als loonbedrijf een oppervlakte van ongeveer 1600 hectare. Wij zijn enthousiast over de Kemper pick-up, omdat de tastwielen van de pick-up 360 graden kunnen draaien. Dit is bijzonder handig in de hoeken van de kophakker. Na het keren lopen ze weer in de goede richting. Het pendelframe en de twee drukveren zijn uitstekend op elkaar afgestemd. De pick-up loopt uiterst rustig over het veld. We zijn zeer onder de indruk van het ontwerp van de pick-up. Kemper heeft een zeer nette pick-up ontwikkeld voor hoge oogsnelheden van 14 tot 15 km per uur. We zijn zeer onder de indruk. Hoi, ik ben Roel van de firma Jennissen uit Den Dungen. Ik zorg hier voor het onderhoud aan de machines. En af en toe spring ik ook zelf mee om de drukte weg te werken. Wij hebben afgelopen seizoen ongeveer 250 hectare gedraaid met deze pick-up. Een groot pluspunt van de pick-up is dat hij een pendelraam heeft. Daardoor is hij erg mooi bodemvolgend en laat hij ook minder gewas op het veld liggen. En achter de hakselaar zie je gewoon een perfect resultaat, een mooie schone zoden. De tandarmen van de pick-up die zijn opgedeeld in twee secties. Die staan ook onder een andere hoek van elkaar. En dit heeft echt wel een positief effect op de invoer, waardoor dat de gewasstroom gelijkmatiger is en dat je minder hapering in de gewasstroom krijgt. De vijzel heeft een positieve werking voor de gewasstroom. Hij zorgt dat het gewas vlug en netjes naar binnen getrokken wordt. En je kunt merken dat de hakselaar daarop reageert, minder horten en stoten, dat hij vloeiender het product kan verwerken. En dat geeft ook wat rust in de cabine voor de chauffeur. Mijn naam is Paolo Germani van het loonbedrijf Germani uit Lodi in Italië. We hebben de Kemper pick-up gebruikt voor onze eerste snede. Het smeersysteem is zeer goed. Hier bevindt zich een grote olietank die de ketting van olie voorziet. Er is een sterke hoofdketting voor de aandrijving van de vijzel en een tweede ketting voor de aandrijving van de pick-up tanden. Dat ziet er allemaal erg stabiel en functioneel uit. De olie wordt met behulp van een stuk vilt op de ketting aangebracht, zodat deze continu wordt gesmeerd. Dit is tegelijkertijd eenvoudig en robuust. Met de pick-up kan de vijzel ook eenvoudig weer losgemaakt worden als deze een keer is vastgelopen. Hiervoor kan de geleiderrol gemakkelijk worden opgetild, zodat de vijzel het gewas er veilig uit kan duwen. Alles verloopt dus eenvoudig en zeer snel. Opvallend aan deze pick-up is vooral de vijzel met zijn doorlopende, langzaam naar het midden uitlopende windingen. Deze zorgen voor een continue gewasstroom en in het midden bevinden zich tevens nog twee tegenover elkaar liggende strips. Deze duwen het gewas gelijkmatig in de hakselaar. De Kemper pick-up is een zeer degelijke machine. Ik heb de machine onder verschillende omstandigheden en met verschillende gewassen zoals gras en triticale getest. En we hebben echt veel gewas op het veld, maar ze loopt werkelijk zonder problemen. Hallo, mijn naam is Tobias Nedel. Ik kom uit Mecklenburg-Vorpommern in Duitsland. Ik ben eigenaar van loonbedrijf Agrarservice MV. Bij ons ligt de focus op de verspreiding van drijfmest en voederwinning. We verspreiden 350.000 kubieke meter drijfmest per jaar. Dit jaar hebben we de graspick-up van Kemper getest en er 780 hectare gras mee gehakseld. We waren er erg tevreden over. De machine werkte perfect.
Na het gebruik hebben we de machine op slijtage gecontroleerd. We zijn nauwelijks tot geen slijtage tegengekomen. Uiteraard waren we ook te spreken over de kettingsmering. De kettingen zijn veel zwaarder dan bij andere fabrikanten. Daarnaast vonden we de gecoate slijtonderdelen en de lagering van de pick-up erg geslaagd. Voor de tandemdragers worden metalen kogellagers gebruikt. Andere fabrikanten gebruiken hiervoor kunststof. Aangezien er hier ongelijkmatige venige graslanden zijn, is de derde steunrol in het midden erg belangrijk voor ons. Ook over de prestaties van de pick-up waren we erg tevreden. Mijn naam is Nico Lütgenhorst. Ik werk voor loonbedrijf Jozef Meijer uit Borken, Duitsland. We voeren jaarlijks zo'n 5 tot 6 sneders uit. En als de omstandigheden gunstig zijn, oosten we 3.000 tot 3.500 hectare. Kom mee, dan gaan we gewoon hakselen. Halen we de laatste snee binnen en dan zijn we voor dit jaar klaar. De pick-up kan ook de kleine zwaarden, zelfs het korte gras van de laatste snee, goed aan. Ook de doorvoer hiervan is voor de machine geen probleem. Dankzij de goede toevoer kunnen we ook pieken opvangen en wij besparen uiteindelijk ook nog brandstof. Ik kan met de multikoppeling heel snel aan- en afkoppelen, omdat het frame altijd in de middelste positie blijft staan. Daardoor kunnen we zo snel mogelijk weer verder werken. De gelijkmatige toevoer van de hakselaar zorgt ervoor dat de hakselaar gelijkmatiger loopt en dat we veel nauwkeuriger kunnen werken. De geleiderrol gaat ver omhoog, zodat ik de vijzel goed kan bereiken en het ijzer gemakkelijk uit het gras kan halen. Ook het net op de pick-up is geweldig. Het beslaat de volledige werkbreedte en houdt het invoerkanaal en de voorruit van de cabine goed schoon. We zijn bij deze klant nu klaar op dit stuk. De klant heeft veel stukken land. Hij heeft ons de opdracht voor 40 hectare en bijna evenveel stukken land gegeven. Dan is de klapmogelijkheid van deze pick-up een fantastische uitkomst. Ik kan vanaf hierboven alles prima inklappen. Hoef hiervoor niet uit te stappen en kan snel door naar het volgende perceel om verder te werken. Voor mij staat vast, onze volgende hakselaar krijgt een camper pick-up. De nieuwe camper pick-up C3003 Maximum. Haal het maximum uit uw hakselaar.